Kai Ramstein, uh, ja, het is moeilijk om bij Sparta alleen over voetbal te praten. Omdat er hier natuurlijk heel veel gebeurt. Hoe is er gereageerd op de ontwikkelingen van de afgelopen weken door de spelersgroep? Uh, nou ja, eigenlijk uh, zagen we het al wat langer aankomen. Er werd al veel uh, over gespeculeerd. En uh, ja, wij uh, bemoeien ons er niet mee. En, uh, dus voor ons uh, op het veld verandert eigenlijk niks. Toch, jij had ook contact met Wiljan Vloet als technisch directeur, die die tot voor kort was. Uh, ja. ja, nou ja, niet, uh, niet intensief contact. Maar ja, het is er wel, uh, hij heeft me hier naartoe gehaald, Dus uh, ja, voor hem uh, persoonlijk uh, is het natuurlijk heel jammer. Wat vind je ervan? Ik heb er niet echt een mening over. Ik heb ook niet uh, goed zicht erop uh, over, over wat er goed en uh, slecht is gegaan. Het enige wat ik zie is dat we natuurlijk nu natuurlijk niet goed uh, draaien. En uh, ja, en dit is, uh, vond Sparta de, de beste oplossing. Begreep je wel dat er naar hem gekeken werd daardoor? Ja, tuurlijk begrijp ik dat. Ik bedoel, de, uh, het is logisch dat de mensen die, 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 die leiding geven, dat die als het goed gaat uh, verantwoordelijk voor zijn. En ook als het slecht gaat. En uh, nu, nu gaat het slecht. Dus dat is, uh, ja, je weet dat het zo werkt. Ja. Je hebt 23 wedstrijden gespeeld voor Sparta dit seizoen. Dit moet toch wel het meest roerige jaar uit je carrière zijn? Ja, met afstand. Ja. Heb je er veel van geleerd? Ik weet niet of je er veel van leert. Nee, het is, uh, ik, ik weet niet of je er. Uh, ja, 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 je neemt het in je op en uh, je neemt het mee, maar als je het nooit meemaakt, dan, 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 dan had het beter geweest. Dus ik weet niet of je er nou echt wat van leert, eerlijk okay. gezegd. Maar zijn er dan mensen, uh, zijn er dan momenten dat je denkt van uh, joh, was ik bij de Kruim gebleven? Nee, dat niet. Niet zozeer. Want ik, 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 ik ben hier naartoe gekomen om te voetballen. En dat is, uh, dat is wel gelukt. Dus, uh, maar het is natuurlijk wel jammer. Kijk, ik had dit niet verwacht dat het, uh, dat het zo zou lopen. Nee. Wat was voor jou het persoonlijke dieptepunt? Persoonlijke dieptepunt uh, dat ik op de bank terecht ben gekomen. Hoe ga jij daarmee om? Je bent een jonge jongen, Je hebben daar vaak moeite mee, hè? Ja, nou ja, het is vervelend, maar het is niet zo uh, dat ik. Ik zie nu iemand achter me staan. Hè. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik daar heel slecht mee omga. Het is een dus kwestie van uh, jezelf uh, terugroeren te knokken. Heb je ook hoogtepunten gekend hier dit seizoen? Weinig. Kan nog wel. Kan nog, zeker, ja. Het is het eind van het seizoen. Uh, we hebben nog een toetje in de playoffs. Dus, uh, dat is het enige hoogtepunt wat nog kan komen ja. en daar gaan we vol voor. Dat is iets waar jullie nu nog over praten, maar is er ook echt het geloof? Want het, het zeggen is makkelijk, maar in geloven lijkt me een stuk moeilijker. In. Ja, natuurlijk is er het geloof is Want uh, kijk, ik denk, het, het kan zomaar weer omslaan. Dus uh, als we morgen winnen, kunnen we goede lijn, goede goede reeks neerzetten. En dat is het doel dat we met een goed gevoel de playoffs ingaan. En ik denk nog zeker dat het mogelijk is. Nou is Almere een wedstrijd waarvan we vroeger over zeiden hoeveel wordt het. Niet of er gewonnen werd, maar met hoeveel. Dat is nu even anders hè? Ja, dat is nu anders. Kijk, we hebben nu even niet het recht van spreken als je zo'n serie hebt zoals wij hebben. Maar ja, het is. Uh, we moeten hier gewoon van winnen. Dat is heel simpel. Ja, heel simpel. Maar voor Sparta de laatste weken heel erg moeilijk. Klopt. Ah. En toch hou je dat geloof. Vind ik knap. Ja, maar als, je het geloof, als wij het geloof al niet meer zouden hebben, dan, dan kunnen we net zo goed stoppen. Dus dat, uh, en ik heb dat geloof ook echt, het is niet gespeeld, ik heb dat. Dus, uh, dus ja, dan moeten we dan, uh, daaraan vasthouden. Succes, Boer. Dankjewel.